Na korpspolitie Suriname is de uitgebreid aan persconferentie die uitleg over sadedu voor fecha criminaliteit en sade resultaten die de boekaba en identing die passen. Mikio waliki een pisi fragment uit na persconferentie. Ja, zo. En ieder die deze persconferentie volgt, waar u zich ook mogen bevinden. Staat u mij toe om als directeur operaties van het Korps Politie Suriname tezamen met de recherchechefs en commandanten van de interventieeenheden in te gaan op de actuele criminaliteitssituatie in Suriname. Dit is in het kader van het afleggen van verantwoording aan de samenleving. De vragen die vooral het Surinaamse volk bezighoudt zijn: wat is het antwoord van de politie bij het aanpakken van de verruwde criminaliteit? Wordt deze inderdaad adequaat aangepakt? Hoe lijkt het erop dat we als samenleving daar zo weinig van merken? Denskoutu Euroko. Dat zijn de vragen die de samenleving bezighoudt. Dames en heren, vandaag zal er ingezoomd worden op de harde criminaliteit. En hiermee wordt bedoeld onder andere de beroevingen, overvallen en inbraken. Deze creëren een gevoel van onveiligheid, gevoelens van angst. We zien gevallen van zinloos geweld. Zinloos geweld dat leidt tot dodelijke slachtoffers. Jeugdigen betrokken bij zeer ernstige misdrijven. Gevallen waarbij bruut geweld is toegepast. Beroevingen, overvallen met dodelijke afloop. Ik kan u aangeven dat in de periode 1 januari van dit jaar tot en met 30 augustus er 42 halsdelicten zijn geregistreerd. En dat zijn misdrijven met dodelijk afloop, zoals moord, doodslag, roofmoord. Van de 42 geregistreerde zaken heeft de politie 32 opgehelderd. Er zijn in totaal 62 verdachten aangehouden. De resterende 10 zeer ernstige gevallen zijn nog in onderzoek. En als we kijken naar de motieven, zien we dat deze variëren van burenruzies, motieven die gezocht kunnen worden in de relationele sfeer, maar ook motieven die te maken hebben met hebzucht. Ten aanzien van beroevingen en gewapende overvallen zijn er 19, let wel, omvangrijke genoteerd. Hiervan zijn er 10 opgehelderd en 9 zijn nog in onderzoek. Ten aanzien hiervan zijn er 28 verdachten ingeregend. Zo kijken naar diefstal middelsbraak, zijn er 10 omvangrijke gevallen genoteerd, waarvan 5 zijn opgehelderd en 5 nog in onderzoek zijn. 10 verdachten zijn achter slot en grendel. Er zijn maatregelen getroffen in de preventieve sfeer, maar ook de repressieve sfeer, om de verruwde criminaliteit de kop in te drukken. De politieleiding in de districten, alle districten,
hebben specifieke instructies hieromtrent gehad. Ik mag u verzekeren dat onze eenheden keihard werken om de criminaliteit, om de criminelen op te sporen en achter slot en grendel te plaatsen. Het veiligheidsgevoel zal verbeterd worden. Alvorens ik de chefs aan het woord laat komen, wil ik een slide laten zien van de genoteerde cijfers over de periode 31 juli dit jaar tot en met 20 augustus van dit jaar. Hier ziet u in beeld een overzicht van de aanhoudingen die zijn genoteerd, zijn geregistreerd over de periode 31 juli tot en met 20 augustus. Als we kijken naar het aantal aanhoudingen, zien we 426 aanhoudingen. Landelijk. Daarvan zijn er 219 verdachten in verzekering gesteld. Met andere woorden, de maansrotto, achter slot en grendel. Dossiers, daar zijn er 312 aangeboden aan het Openbaar Ministerie. En een totaal van 393 roadblocks landelijk uitgevoerd. Zien wat betreft vuurwapens die in beslag zijn genomen. 7 vuurwapens in jachtgeweer. Maar ook op het gebied van verkeershandhaving zien we de collega's ook actief. Met name als we kijken naar het aantal ingevorderde rijbewijzen in die periode. Is dat 33. En dan kom ik terug op de vraag van Denskutu Euroko. Dames en heren, wij gaan de verantwoording afleggen ten alle tijde aan de samenleving met betrekking tot criminaliteitsvraagstuk. De maatregelen die zijn getroffen, waar staan we, wat is de voortgang, wat vragen we van de samenleving. Ik wil voor dit moment het hierbij laten en de overige collega's, commandanten van respectievelijk rechercheafdelingen, interventieeenheden, ook aan het woord laten komen om hun uiteenzetting te doen. Dank u wel. Mag ik uitnodigen? Graag van deze kant uit hoor. Graag van hieruit. Van hieruit, ja. Mag ik uitnodigen majoor Carso van Recherche Regio West om zijn presentatie te doen. Goedemorgen allen. Mijn naam is Jumadi Carso. Ik ben werkzaam op de afdeling Recherche Regio West. Alvorens ik inga op de spraakmakende zaken, wil ik even 7 materiaal presenteren van de afdeling Recherche Regio West. Als we dat even in beeld kunnen krijgen, ja. We hebben de periode gekozen dus van juli en augustus. Daar zien we een aantal ingekomen zaken. De zaken die zijn overgedragen aan de recherche. Juli hebben we daar 5 gehad. Augustus 9, waar we totaal komen op 14. Aantal aangehouden verdachten. Juli 13, augustus 18, met een totaal van 31. Van de aangehouden verdachten zijn in totaal, juli en augustus, 16 in verzekering gesteld. En daarvan zijn 15 hier gezonden.
Als we kijken naar het aantal verzonden dossiers, dan hebben we in juli 5 verzonden en in augustus 8. Als laatste hebben we daar transactiebedragen die zijn geïnd met betrekking tot de economische delicten. Het gaat om zaken zoals overtreding van de smokkelwet, waar er bedragen zijn betaald, transactiebedragen noemen we dat. En dat komen we op juli op een totaalbedrag van 110.600 SRD, dat geïnd is. In de maand augustus is er US 1500 geïnd en ook SRD 1,6 miljoen. Zo, dat waren de cijfers materiaal. Even snel naar de spraakmakende zaken. In de maand juli, om correct te zijn, 10 juli 2023, hadden we een geval waarbij een manspersoon, nadat hij een juridbedshop had aangedaan, onderweg naar zijn woning, werd beroofd door een vijftal manspersonen. Het erge van is dat hij in zijn juridbedshop, of tijdens het bezoek aan zijn juridbedshop, 40.000 had gewonnen. En dat bedrag hebben de daders dan van hem buitgemaakt. Het onderzoek bracht ons op het spoor van 5 manspersonen. Die manspersonen zijn als verdachte aangemerkt, opgespoord, aangehouden en na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Jammer genoeg hebben we het weggenomen geldbedrag niet kunnen achterhalen. Als we verklaring van de verdachte mogen geloven, althans uit verklaring van de verdachte bleek dus dat zij onderling dat geldbedrag hebben verdeeld en vervolgens gespendeerd aan drank, voeding en het gokken. Het tweede geval dat ik wil belichten gaat over een geval welke op 8 augustus 2023 heeft plaatsgehad. Waarbij een jonge dame in de vroege ochtend, terwijl ze onderweg was naar het openbaar markt om de bus te pakken, werd beroofd door een manspersoon van haar mobiel telefoon. Bij dat onderzoek zijn we een manspersoon tijdens dat onderzoek is een manspersoon in beeld gekomen. En het bleek om een oud bekende van de politie te gaan, zekere RL, 47 jaar oud. En ook hij is opgespoord, aangehouden en na overleg met het lid van het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Oké, dat was mijn deel. Dank u wel. Mag ik even nog aan? Goedemorgen, ik ben inspecteur van politie tweede klasse Ramlal Wardimathoop, recherche regio Oost. Gedurende de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 augustus 2023 heeft de afdeling Recherche Regio Oost 51 strafbare zaken geregistreerd. Die zijn overgenomen van de politieresorten en buitenposten binnen Regio Oost. In afzonderlijke zaken zijn er in totaal 16 verdachten aangehouden, waarvan 11 in verzekering zijn gesteld en 5 zijn heengezonden. Enkele van de zaken die ik zou willen belichten betreft een diefstalzaak van 4 buitenboordmotoren gepleegd in het dorp Kakaba. In deze zaak zijn er 3 personen aangehouden, waaronder 1 militair. De militair is overgedragen aan de militaire politie voor verder onderzoek. De 2 overige verdachten zijn dan in verzekering gesteld. In deze zaak worden nog 2 verdachten opgespoord.
in een andere diefstalzaak van 42 houtblokken van een houtverwerkingsbedrijf zijn er ook twee verdachten aangehouden. De houtblokken zijn op een andere locatie teruggevonden. In een diefstalverduisteringszaak waarbij bedrijfseigendommen zijn doorverkocht, zijn twee verdachten aangehouden. In deze zaak zijn er ook vier machines, waaronder een wielloader, een Hitachi grafmachine, een trekskidder, een zaagmachine in beslag genomen.